First set, first leg. It's Julie to throw first. Game on. Sixty-four. 81. Forty-five. 80. Sixty. 100. Trishy require 120. 80. Julie require 88. 88. Nee, Matthijs, de eerste set zit er nog niet op. Ik zal het nog sterker vertellen, de eerste leg zit er nog niet eens op. Ah, yes, nou, op het moment dat ik het zeg, zit hij er wel op. Oh, Julie Gore gooit 88 uit met een dubbele bol en pakt daarmee de eerste leg. De eerste leg van de partij. En de partij was enigszins aarzelend begonnen. Maar 100. Met die 88 finish van Gore misschien net op tijd op gang gekomen. Gore toch iets meer ervaren op grote podia. Ze stond al een keer op Lakeside. Verloor in 2008 daar in de eerste ronde weliswaar. Maar goed, het is wel ervaring die je meeneemt. En dit jaar verloor ze de eerste ronde op Lakeside ook weer. Dus twee keer Lakeside heeft ze al achter haar naam staan. Zoals hier op de Zuiderduin Masters. 95. Ook toen ging het in de eerste ronde fout. Maar nu heeft ze dan eindelijk de vorm die ze op de vloer al een paar jaar toont ook meegenomen naar het podium. Ze won dit jaar de British Classic. 45. En voor de derde keer op rij de Isle of Man Open. Het zijn toch mooie toernooi zegens om op je lijst bij te schrijven. 55. Cor, de nummer 4 van de plaatsingslijst. Niels en Matthijs zeiden het al, ze wonnen in de eerste ronde van Daisy van Driel. En in de halve finale van 85. De nummer 1 van de wereld, Irina Armstrong. Daar waar deze Trisha Wright in de eerste ronde van Floortje van Zanten won. En in de halve finale de nummer 2 van de wereld, de Golden Girl, Trina Gulliver opzij zetten. Op voorhand zou ik zeggen dat Wright tot nu toe in het toernooi de beste indruk maakt.
is de dame die het constant 100. Speelt. Weinig darts Trishy naast Recall, 20. 111. Regelmatig een triple. Ze staat dus iedere keer na zo'n 15 tot 18 pijlen in ieder geval op een goede finish onder de 100. En er zijn er niet zoveel die haar dat na kunnen doen. Ik ben benieuwd hoe Gore daarmee opgaat. 36. Want ook die is echt een stuk wisselvalliger geweest. Hij heeft wel goede finishes gegooid, heeft ook echt wel goede scores gegooid. Maar nooit echt constant. Triple 17 voor Gore om tops over te laten. Ja, dat is wel heel goed van Julie Gore. Trishy requires 75. 75, triple 17. Nee, ze kiest een andere weg. Probeerde de bol, maar raakt een 5. Dan moet ze nu naar 20 en bullseye. Dat is de 20. Bullseye blijft dan over voor Trisha Wright. 50. Maar we krijgen niet twee bullseye finishes op rij. Julie require 40. Gore naar tops. En yes, Gore pakt tops. Shot on the second leg. Pakt ook zo de Julie tweede Gore. Voorsprong. Third leg is Julie in to throw first. Set. Game on. Julie Gore uit Lanelli in Carmarthenshire. In Wales dus. 24. The ice cube is toch al een paar jaar een vaste top 4 speelster. 85. En Gore zal ook in januari afreizen naar Lakeside. 85. In tegenstelling tot Trisha Wright, die er niet bij zal zijn op Lakeside. En dat is op zich natuurlijk vreemd. Trisha Wright was aan het eind van de ranglijst de nummer 5 van de wereld. 100. Spelen 8 dames op Lakeside. Normaal gesproken zou je zeggen, ja, daar zit dan de nummer 5 van de wereld bij. Ja, dat is niet zo. Wright had pech dit jaar. 135. De verdedigend kampioen mag altijd terugkomen. Dat was natuurlijk Francis Hoenselaar. Die zat niet in de top 4 van de wereld. Dus dat kostte Wright een plek. De Winmar World Master is ook altijd rechtstreeks geplaatst voor Lakeside. De laatste jaren is dat eigenlijk altijd een speelster uit de top 4 geweest die de winmaal won. Dit jaar niet. Linda Itherold won de winmaal World 60. Masters. Stond ver buiten de top 20 zelfs van de wereld. Dat kostte Wright dus ook een plekje. En dan zijn er altijd twee qualifiers nog die zich ook plaatsen. En daar zat Wright ook niet bij. En dan blijft de top 4 van de wereld over. Samen 100. Met Hoenselaar, Itherold en de twee qualifiers. 136. Dat kostte Trisha Wright dus haar plekje. Dus voor haar is deze Zuiderduin Masters het hoogtepunt van haar seizoen. Keurig weggezet door Trisha Wright. 128. Julie Requa, 117. Gore, 117. 20 gegooid, triple 19 en tops om de eerste set te pakken. Net naast de triple 19. Dus komt Trisha Wright terug voor dubbel 4. 61. Trisha, you require 8. Goeie marker. Daar moet hij tegenaan. Yes, that's game shot. Trisha and Wright the third leg. Trisha Wright. So fourth leg is Trisha Wright to throw first. Game on. Mag ze zelf gaan beginnen aan de vierde leg. Hoe constant de right stuff is. Trisha Wright. Alles in de 20, de eerste beurt. 100. We spelen hier natuurlijk om uit te zoeken wie de opvolgster wordt van Lisa Ashton. Ashton won 125. Dat was toen ook een verrassing.
Voorlopig dus de Zuiderduin Masters altijd met een verrassende winnaar. 100! Moet je wel voorzichtig zijn, want hoe verrassend is het als de nummer 3 of de nummer 4 van de plaatsingslijst zo'n toernooi wint? En dat zijn deze dames. 100! De halve finales gisteren, die waren van een zeer behoorlijk niveau. De eerste rondepartijen waren soms wel wat lastig door te komen. 85! Laten we hopen dat de dames er hier een mooi spektakel van maken in de finale. Laten zien wat ze kunnen. Voorlopig zijn ze daar goed mee bezig. Kijk, Wright, alweer een triple erbij. Staat na 12 darts gewoon op dubbel 18. 140! Prima leg van Trisha Wright. Die laat zien wat ze kan. Die ook laat zien aan iedereen dat ze eigenlijk er op leek zijn bij moeten zijn, deze Trisha Wright. Trisha, you require 36. Dubbel 18. Dubbel 9. Nog één pijl voor dubbel 9. Trisha Wright. Mist 27. Dan de dubbel 9. Dat is zonde. Julie Require, 134. Om 2-2 te maken. Dit is voor de setwinst. Dat gaat niet lukken. 34. Dan komt Trisha Require 9. Voor 1 en dubbel 4. En 2-2 in de eerste set. Poeh, die is verder vandaan. Dubbel 2. Ah, die dubbel 4 die zat er veel te ver vandaan. Julie require 100. Gore 100. Triple 20. En tops. Voor de eerste set, Julie Gore. Yes, ja, ze is wel shot. Effectief, and Julie Gore. Dat set. Kunnen we zeker Julie zeggen. Gore. Ze pakt second de kansen set, first leg. Die haar geboden Trisha worden door first. Trisha Wright. Game on. Wint dus de eerste set met 3-1. In gemiddelde is Wright beter dan Gore. Overigens in 4 legs tijd 11 keer 100 voor Gore, 41. 7 keer 100 voor Wright met een 140 erbij. Dat zijn mooie cijfers. Die brengt toen ook allebei op een gemiddelde van rond de 80. 100! En dat is zeer behoorlijk voor de dames. Dat is eigenlijk gewoon goed. Boven de 75. Tussen de 75 en 80, 14. Daar zitten de topdames over het algemeen. Het is natuurlijk prachtig dat de dames hier zo'n mooi podium hebben om op te spelen. Zuiderduin Masters. De dames laten ook wel zien dat er misschien 64. Wel uitgebreid moet worden. Want er zijn zoveel goede dames die er hier niet eens bij kunnen zijn. Dames die wel op Lakeside staan bijvoorbeeld. Zoals Dita Hedman. Die mis je hier dan 60. Een van de beste dames ter wereld is zij. Lisa Ashton, de titelverdedigster. Had die natuurlijk eigenlijk ook moeten zijn. De titel moet je altijd kunnen verdedigen, vind ik. 55. Missen we nog wel wat geweld. Karin Krappen is er dit jaar niet bij. Ilana Erades. Kortom, er is nog genoeg damesgeweld aanwezig in de wereld om hier misschien wel een deelnemersveld van 12 van te maken. 4 pools van 3, net als bij de mannen. Dan een halve finale en een finale. Het is maar een idee. 96. Julie Require, 160. 160 voor Julie Gore. Triple 20. Nee, niet gegooid. 92. Ja, 92. Helemaal goed. Even de zakjapan eruit de zak gehaald en uiteindelijk zijn we er gekomen. Rob Butler. Ook nog onder de indruk van de 39 die hij heeft mogen callen vandaag. 55. Julie Require, 68. Gore gaat ondertussen wel makkelijk door. 68, triple 20 alweer raak. Dubbel 4. Naar dubbel 2 toe.
Ja, ja. Yes, Julie Gore game shot and the first leg. Meteen de eerste Julie leg Gore. Af van Trisha Wright. Second leg is Julie to throw first. Nu in de tweede game set ook 1-0 voor. En dan gaat het toch allemaal wel de kant van Gore op nu. Twenty-six. 100. Daar zit Rina Gulliver aandachtig te kijken hoe haar landgenote Trisha Wright er vanaf brengt tegen de dame uit Wales, Julie Gore. 100! Lakeside is aanstaande. Het zou voor Julie Gore natuurlijk een flinke boost zijn als ze hier zou winnen. 100! Dat is zelfvertrouwen dat je meeneemt naar Friendly Green toe. 100. Right. 2 keer triple 20. En 177. Bij toch weer een stukje terug. Hij heeft er een aantal goede legs bij gehad, Trisha Wright. Hij heeft ook een paar 85. Dubbels te veel gemist tot nu toe in deze wedstrijd. Trisha required 24. Dubbel 12. Naar dubbel 6 toe. Voor de dame uit Croydon in Surrey. Yes, that's game shot on the second leg. 1-1 van Trisha Wright. Third leg is Trisha to throw first. Game on. 100. Die hele zware darts gooit. 28 gram per stuk. 125. De zwaarste darts in het deelnemersveld. Maar ze gooit er prima mee. De administratief medewerkster. 85. Bij je tijd. Graag gaat vissen. En ook een groot fan is van bowling. Hoewel ze dat de laatste tijd niet meer doet. Want ze heeft heel veel last van haar schouder gehad. Ze heeft sinds september geen toernooi meer gegooid. Omdat ze heel veel last heeft van een schouderblessure. 140 voor Gore. Zo gaat het. Heel erg op en neer in deze partij, maar wordt er goed gespeeld. 81. 95. 2 keer triple 20, maakt ze 180 140. Van. Nee, dat net niet. 112 naar 12 darts. En Gore kan dat misschien nog wel beter doen. Kijk eens aan, die heb ook 2 keer triple 20 al te pakken. 126. Ja, 126. Trisha require 112. Right voor 112. 20 gegooid, triple 20 nodig voor dubbel 16. Dat lukt niet. Dan naar beneden voor de triple 17. Nee, ook dat gaat niet. 27. En dus komt Gore terug. Julie voor de require 55. 15 en tops. Ze heeft weinig dubbels gemist tot nu toe, Julie Gore. Hoe gaat dat met tops? Die missen dubbel 10. Die valt yes, wel. Ja, Gore is aan de third heel leg. Effectief Julie op de dubbels. Gore. Mist heel weinig. Fourth staat goed te spelen. Julie to throw first. Hetzelfde geldt ook wel game voor on. Trisha Wright.
Maar ze kan het nu toch niet bijbenen bij Julie Gore. Die nog één leg verwijderd is van de overwinning. Kan ze die overwinning meteen pakken? 100! Als ze deze leg pakt wel. Of heeft Trisha Wright daar hele andere ideeën over? 100! Verwacht in ieder geval. ...140 voor Gore. En hier 55. Haakt Trisha Wright af. Nog een triple voor Gore en dan is het zo goed als binnen. En een triple, maar dat is triple 5. En geen triple 20 erbij. Dus mag Gore nog niet te vroeg juichen. Kan Wright nog wat terug doen. Nog een triple 20, staat ze gelijk. 100! Nee, dat lukt net niet. Maar Gore mag ook niet te veel laten liggen nu. Ah, prachtig, weer een triple 20 meteen. Die is erin. Nog eentje erbij. Triple 18 en een dubbel 16 over. Wow, 138 erachteraan. Julie Gore staat heel goed te spelen hier. Het is een hele goede damesfinale die we hier te zien krijgen. Het gaat allemaal een klein beetje te snel richting de kant van Julie Gore misschien. Dit is voor de wedstrijd. Triple 20 is raak, dubbel 4. De nieuwe kampioene van de Zuiderduin Masters heet Julie Gore en komt uit Wales. Ze speelde een prima finale en was duidelijk de betere over Trisha Wright. Julie Gore is de Zuiderduin Master bij de dames van 2009.